Goedemorgen. Nou ja, de Vierdaagse is niet de Vierdaagse zonder de pontonbrug bij Kuik. En ik sta hier bij de commandant die dit allemaal al een paar jaar mogelijk maakt voor ons. Hoe was het dit jaar bij het opstellen van het gebeuren? Ja, dit jaar verliep het net als elk jaar. Gewoon heel goed. We hadden één bootje had opstartprobleem met de motor. Het zijn een beetje oude bootjes. Maar ja, 5 minuutjes later was het allemaal opgelost. En uiteindelijk de brug om 6:45 hier klaar te wachten voor de eerste wandelaar en de eerste rolstoel is... Maar jullie zijn al woensdag begonnen, begrijp ik, hè? Ja, wij komen elk jaar op woensdags aan. Vervolgens gaan wij donderdag de proefsluiting doen. Leggen we alles klaar om vrijdagochtend meteen flitsend de brug erin te kunnen leggen. En uiteindelijk gaat vrijdagmiddag om 3:00 is de brug weer weg. Halen hem uit het water. Een deel gaat over het water terug naar Zetterenbos. En de rest gaat over het land terug naar Zetterenbos. En vrijdagavond, of rond 1:00 s'nachts, is alles weer binnen in Zetterenbos. Fantastisch. Zeg, het is hier op de brug, is het druk, maar hier bij jullie is het ook altijd gezellig. Wie komt er nou zo allemaal langs op zo'n dag? Nou, ten eerste is het vlot bedoeld voor wandelaars. Specifiek voor de wandelaars van het regiment Zietroepen. Dat is mijn eigen regiment. Ook het regiment dat de brug bouwt. Er komen ook een heleboel belangrijke gasten langs. Zowel militair als burger. Dus de burgemeester komt bijvoorbeeld ook langs. Militair gezien zijn er veel generaals die langskomen om hun eigen eenheden aan te moedigen. En hier even samen een borreltje te drinken op het vlot. Lekker. Ik zag net twee duikers aan de andere kant van de brug het water ingaan. Die waren niet van jullie? Nee, dat is correct. Wij hebben hier de brug liggen en daarom is er een stremming. Er wordt hier dus niet gevaren op de rivier op dit moment. En dat geeft de duikers, die hebben interesse hier, liggen hier een oude Romeinse brug onder water. En dat geeft hun de kans om juist hier op de bodem te zoeken, want er wordt niet gevaren. Geweldig, dus voor allemaal een soort win-win situatie zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Zeker. Wat ga je volgende week doen? Wat gaat u volgende week doen? Volgende week gaan we ons onderhoud doen. De brug en de boten die hebben een onderhoud verdiend. En de rest van het personeel gaat ook langzaam richting de vakantie kijken. Heerlijk, nou dank u wel. Elk jaar weer ja, een van de mooiste momenten. Hè? Ja, de mooiste week van het jaar voor ons, zeker. Kijk eens aan, mooiste week van het jaar. Niet alleen voor deze mensen, maar ook voor ons als lopers, verslaggevers. Geweldig. Goedemorgen, goedemorgen. Waar kom je vandaan? Frankrijk, maar ik woon al 13 jaar in Nederland. Oh, gave Française! En je loopt alleen? Ja, ik loop alleen. Lekker mijn eigen tempo. En straks familie ontmoeten bij de finish. Oh, geweldig! Zeg, en je bent zo mega fit. Ja. Ik bedoel, ja, zo zie je eruit, maar zo voel je ook. Ja, gisteren had ik een beetje een minddagje met de 7 heuvelen, maar vandaar heb ik er zin in. Oh, man! En ja, weet je, het is... Je hebt het vaker gelopen? Nee, de eerste nee. keer. Oh, ja. Ik wilde zeggen, Kuik is natuurlijk zo bijzonder waar je nu overheen gaat. Ja. Maar is, dat valt allemaal, voor jou is alles nu nieuw. Het is fantastisch. Het is echt een bijzondere ervaring. Nou, heel veel plezier dankjewel. En jij gaat het zeker redden. Ja, dankjewel. Doei. Niet alleen hebben de lopers hier een pas erin. De lopers zijn helemaal gek geworden, lijkt het wel. Het is een sfeertje van je welste. Iedereen heeft er echt energie bij. Ik ga eens even kijken, meneer. U loopt nu even lekker mee, of niet? Ja, zeker. Ja. En het lijkt alsof iedereen vandaag extra energie heeft. Hoe zit dat eigenlijk? Mooi weer erbij, hè? Het is het weer. En de laatste loodjes. Daar komt het op. Ja, hartstikke goed. En u zegt niet van nou, weet je, zo meteen echt toch even pauze houden. U wilt als het even kan nog sneller zelfs binnen zijn. Nee, nee. Snelheid maakt me niet uit. Nee, nee. Maar straks wel even lekker zitten. Een koel drankje erbij. Iets langs. Ja. Maar nog een laatste vraag, hè? Ja. Want u komt zo meteen binnen in Nijmegen. U komt zo meteen binnen in Nijmegen. Wie gaat u nu dan het eerst omhelzen? Mijn kinderen. Mijn kinderen. We zijn trots, hè, pa? Ja. Hey, bedankt, hè. Veel plezier, hè. Hoi. Zijn kinderen. Nou, geweldig, toch? Als eerst omhelzen. De sfeer is hier waanzinnig. I can't stop the thing we started. Dat is eigenlijk ook een beetje wat het vierdaagse virus is. Als je er eenmaal mee begonnen bent, dan kan je gewoon niet meer stoppen. Is dat iets wat je herkent, Jessica? Ja, ik herken dat zeker, joh. Als je hier ziet, oh meneer, op wie staat u te wachten? Ik zat eigenlijk op mijn vriend te wachten, die komt zo langs. En waar heeft uw vriend voor de eerste keer dit gelopen, of niet? Nou, hij heeft vorig jaar ook al een keer gelopen. Maar toen moest hij de tweede dag uitvallen omdat hij zo verschrikkelijk op blaren had. Het leek wel die voeten zagen er verschrikkelijk uit. Dus hij loopt nu voor het tweede jaar.
En nu loopt hij hem, nou loopt voor de vierde dag, dus hij zal hem nu wel uitlopen. Oh, geweldig, zult u trots op zijn. Elk moment komt hij eraan, dus wat dat dan gaat het goed, hè? Ja, ja, lekker, lekker. Maar bent u in alle doorloopplaatsen geweest? Nee, dit is alleen de laatste dag kom ik. Wij komen zelf uit Woerden en ik ben naar Kuik gereden, omdat ik het hier leuk vind en gezellig. En hier kom ik kijken hoe het staat, dus voor het eerst dat ik hier een keer op de brug sta. Ja, geweldig, weet hij dat u er bent? Nou, hij weet dat ik in Kuik sta, dus ik sta goed ver uit te kijken of ik hem zie. Ik weet dat hij een blauw shirt aan hebt, dat is het enige wat ik weet. Zullen er wel meer zijn vandaag? Dat denk ik ook wel, ja. Ja. Maar wacht af, hè. Nou, we zullen het zien. Dankjewel. We halen hem met vreugde binnen. Gelukkig maar. Dankjewel. Ja, want hier in Kuik is het altijd stralend. En niet alleen zomaar, want er zijn er ook dames hier in Kuik. En die zorgen voor free hugs. Ja! Lekker! Zeg, krijg je er veel vandaag? Ja, best wel. Ja, echt waar? Ja, ja. En die doet ook altijd goed. Ja, ieder jaar mee. Ja. Ja, die gaat altijd mee. En het maakt niet uit, hè? We mogen allemaal huggen, toch? Ja, zeker. We huggen veel te weinig. Ja. Op een dag als deze, maar altijd eigenlijk. Ja, ja. Er moet meer gehugd worden. Meer huggen! En hij wordt er erg enthousiast van. Waarvan? Ja, zijn oren vooral. Nee, het is echt geweldig. Maar jullie maken wat mee, hè, hier? Ja, nou ja, het is een feestje, toch? Het is altijd een feestje. Vorig jaar heb ik gelopen, dit jaar niet. Volgend jaar ga ik weer. Goed zo. 1 jaar lopen, 1 jaar. Bijkomen en dan gaan we volgend jaar weer vol erin. Geweldig. Nou, vanuit Kuik. En als ik zo meekijk op de camera's in Kuik, dan moet ik zeggen dat de mensen alleen maar lachen. Dus ik zie alleen maar blije gezichten. Jessica! Ja. Nou, ik ben ook heel blij. Vooral omdat ik even in het gras lig en naar de blauwe hemel kijk. Maar ik lig hier niet zomaar, want jij bent ook even aan het rusten. Ja, klopt. Eventjes lekker bijkomen. Slaapje doen. Even wachten op vrienden. Iets te snel doorgelopen vanochtend. Met hoeveel zijn jullie? Met 8. Ja, 9 als ik mezelf meetel dan. Maar die lopen de 40 en ik loop als enige de 50. Was er niet iemand uitgevallen in jullie groep? Ja, klopt. Een vriend van mij liep dan samen de 50. Die hoefde hem nog niet te lopen, maar die zei, ik ga wel met je mee. Maar helaas de tweede dag moest ik hem langs de weg zetten, want hij had koorts. En hij werd helemaal wit. Ik zeg, het is niet verstandig als jij nog doorloopt die laatste paar kilometers. Goed dat jullie goed voor elkaar zorgen. Tuurlijk, dat is toch het belangrijkste. Je moet jezelf niet helemaal kapot lopen hier. Zo. Het is een leuk evenement, maar wel verstandig blijven. Ja. En dan met hoeveel meiden, vrouwen, jonge vrouwen ga jij zo meteen naar Nijmegen lopen? Nou, met 8 anderen. Het zijn allemaal meiden. Ja, 1 jongen die is gestopt en ik heb ze ingewisseld voor 8 meiden. Nou. Dat is geen foute ruil. Nee. Wordt vaak nageroepen langs de kant. Meen je dat? Ja, vinden ze allemaal prachtig. Maar zoals ik jou zo nu hoor, jij zorgt goed voor ze. Ja. Soms even stoppen, rustig aan. We hebben alle tijd, toch? Geweldig. Het is geen race. Nou, dat is belangrijk. Ja, het is zo gezellig. Waarom zou je wil ook niet als eerste over de finish? Want dan mis je zoveel leuke dingetjes onderweg. Nou, ik denk dat dat ook het belangrijkste is wat ik ook meekrijg deze dagen. Dat iedereen geniet en het genot gaat boven de prestatie van ja, de eerste. Zeker weten. Het is gewoon meer zorgen dat iedereen die afstand uitloopt. En dat vind ik het mooiste gevoel. Gewoon, soms zie je mensen strompelen, maar dan worden ze gewoon door vreemden geholpen en er doorheen gesleept. Dat is een mooi gezicht. Zullen we nog even genieten van de lucht? Ja. Lekker. Jongens, geniet ze. Ja, inderdaad, hier ben ik dan en er is een meneer en dat viel me op, want u heeft een bijzondere shirt aan. Dat klopt inderdaad. Een aantal jaren geleden wilde mijn vader zijn 15e vierdaagse gaan lopen en dat is nooit meer gelukt, want hij is kort van tevoren overleden. En toen zei ik tegen mijn moeder van, dat ga ik voor hem overnemen, mam, zei ik tegen hem. En dat was in het jaar 2006, ik heb flink trainen. En die vierdaagse was gestart, maar dat was die bloedhete vierdaagse en die is afgelast. Dus ik heb die belofte nooit meer waar kunnen maken. Dus ik ben door blijven lopen en door blijven lopen en door blijven lopen tot het nou vandaag mijn 15e keer is. En deze is nou voor hem. Geweldig, geweldig. Ik kan me voorstellen dat u voelt dat hij bij u is. Ja, dat klopt. Ik heb al regelmatig met kippenvel gelopen. En ik sprak dus straks een man en die had eigenlijk een soortgelijk geval eigenlijk. En wij zaten met elkaar te praten en allebei kippenvel op de armen. Dus het is wel een hele bijzondere vierdaagse dit. En ik ben juist opa geworden. Ook nog eens. 2 dagen geleden, dus ja.
Geweldig, ik ben er kei trots op. Dus, ja. Geweldig, nou, deze dag, sowieso deze week. Het is een eentje met dubbele gevoelens. Ik loop op wolken vanwege die kleinzoon. En ja, die dubbele gevoelens vanwege mijn vader natuurlijk. Maar ja, goed. Ja. Fijne dag nog vandaag. Ja, dankjewel, hè. Tot ziens, hè. Nou, ik sta hier met een meneer die is zo prachtig uitgedost. Valt gewoon op, zegt u eens. Doet u dit ieder jaar? Ja, ik doe dit ieder jaar, ja. Vooral de laatste dag, ja. Andere dagen gewoon normale kleding en dan... Nee, ik was de Mickey Mouse. Ik ben door jullie ook al geïnterviewd. U was de Mickey Mouse? Ik was de Mickey Mouse, ja. Ja, inderdaad. En ik zie dat u op uw hoed allerlei speltjes heeft. Waar komen die vandaan? Dat zijn van wandeltochten die ik in de afgelopen jaren heb gedaan. Ja. Wereldwijd, zou ik maar zeggen, ja. En hoe bijzonder is voor u de Nijmeegse Vierdaagse, voor al die wandeltochten? Hij is heel bijzonder, omdat hij krijgt heel veel warmte door de mensen en plezier. En heel veel entertainment aan de kant van de weg. Dat is hartstikke leuk, ja. Dus, u gaat lachen, dat vind ik... dat is zeker. Leuk. Ja. En vooral de laatste kilometers, dan is het gewoon een beestenboel. Dan staan er zoveel mensen aan de kant en dat is gewoon een magnifiek is dat. Ja, je moet het eigenlijk gewoon zelf meebeleven om zoiets te kunnen vertellen eigenlijk. Ja. Nou, geweldig, ik ga u niet langer ophouden, maar ik vind het wel mooi. Een beestenboel. Nou jongens, dat verwachten we. Ja, zeker. Okay. Ja. Ja, ik sta weer in een bootje. Ik zit in een bootje. Ik zit hier in een bootje. Ja, vorig jaar is het ons ook gelukt. En de commandant die was weer zo vriendelijk om het dit jaar weer te organiseren. En ik zit hier met het opvolgend pelotonscommandant. Ja. En wat is het wat jullie de afgelopen dagen hier zoal hebben geregeld voor de Vierdaagse lopers? We zijn bezig geweest met het opvoeren van de brugdelen. Zodat het hier eigenlijk startklaar stond om gebruikt te worden. Bij de lokale voetbalvereniging hebben we alle materiaal neergezet. Zodat we op de dag zelf snel konden werken. Toen hebben we hier de brugdelen naartoe gebracht. Die hebben we aan elkaar gekoppeld. Zodat we een aantal losse vakken hadden. Die hebben we vervolgens hier ingevaren. En tot één geheel gemaakt gisteravond voor het eerst bij de proefsluiting. Deze brug die ligt volgende week of volgende maand ergens anders? Deze brug kan volgende maand zomaar ergens anders liggen, ja. Ja. Ja, ik vind het interessant, hè? Want die brug die heeft dus heel veel meegemaakt. Die brug is al op veel plekken geweest, ja. Van Polen tot België, tot waar dan ook eigenlijk. Waar die benodigd is, rijden we hem naartoe. Ja. Is het zo dat je dan ook rekenschap moet geven met de hoeveelheid mensen die over die brug gaan? Want er zijn nu meer lopers. Hebben jullie daar rekening mee moeten houden? Ja, maar in principe is die brug gemaakt voor voertuigen. Dus die brug kan qua drijfvermogen echt genoeg hebben om wandelaars eroverheen te zetten. Dus in dat opzicht is kan die het makkelijk hebben. Hebben jullie nog een andere rol hier op het water? Ik zie ook wel wat plezierboten. Moeten jullie daar ook nog iets mee doen? Ja, we hebben bebakeningsborden verderop neergezet. Zodat om de scheepvaart te waarschuwen van, er ligt een brug. Hier moet je even halt houden. En we doen samenwerken met Rijkswaterstaat en de lokale politie om het veilig te laten verlopen. Ja. Dat gaat elk jaar... Goed of zo? Elk jaar goed, ja. Gelukkig wel. Ja, geen incidenten hebben hier op het water? Nee, liever niet. We doen er alles aan om te voorkomen dat er dat excessen of calamiteiten plaatsvinden. Ja. Ja, was er één loper en die dacht, weet je, ik ga het gewoon zwemmen. Dat stukje. Dat mag wel, wat jullie betreft. Ja, in principe hebben wij het liefst dat ze gewoon over de brug gaan. Ja. Dat snap ik heel goed. En we willen ook niet andere lopers op het idee brengen natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat als je het natte voeten krijgt, dan wordt het week. En dan zijn die laatste paar kilometer zijn nog wel lang. Nou, dankjewel. Ja, wij gaan nog heel even genieten van de beelden zo vanaf het water. Dat is toch wel echt erg bijzonder. En wij gaan weer terug naar waar jullie heel veel gasten ontvangen, hè, vandaag. Ja, heel veel gasten. Dat is echt een redelijke doorloper qua mensen, ja, qua geïnteresseerden. Leuk. Oude collega's of buitenlandse militairen, dat is altijd gezellig, zeker. Geweldig. Nou, wij vinden de sfeer ook altijd hier heel bijzonder. En
ja, niet te minder omdat jullie er hier ook elk jaar staan. Dus nou, tot volgend jaar dan maar weer. Nou, ik zit hier in Kuiken heerlijk op het gras en u bent opgevangen door uw familie hier. Ja, dat klopt. Mijn dochter, mijn zoon, met zijn vriendin, mijn schoonzoon en met twee kleinkinderen. Ja, geweldig. Hoe is het vandaag? Hoe is het weer? Het weer is de hele week al prachtig en prima, alleen de luchtvochtigheid is wat hoog, dus het voelt wat benauwd. Vorig jaar was het ook heel warm, maar dat was dus anders, begrijp ik van u. Ja, vorig jaar was het nog veel warmer dan nu. Ja. Was op sommige punten ook eigenlijk wel te warm, maar ja, als je genoeg drinkt, dan is het goed te doen. En uw andere collega's, als ik dat zo mag zeggen, waar zijn die nu? Ik denk nu hier een stukje verder op de militaire rust. Even eten en drinken en even bijdenken en dan gaan ze weer door. Hoe is het straks bij de finish? Hoe ervaart u dat ieder jaar weer? Ja, het is wel een speciaal momentje. Ja, maar vooral ook omdat zij er dan ook zijn als het goed is. Die gaan dadelijk reizen om en dan komen ze op Charlemagne komen ze terug. Dus dat is wel een momentje inderdaad. Ja, en dan zie je natuurlijk al je collega's die ook meegelopen hebben, zie je daar terug. En ja, dat is voor ons de eindstreep natuurlijk. Dus ja, dan heb je het volbracht. Dus dat is op zich wel een mooi gevoel. Wat ik bijzonder vind, als militair doe je eigenlijk heel veel samen. En toch blijven bepaalde evenementen, zoals ik dat hoor, toch bijzonder om dat weer samen te beleven. Ja, dat klopt. Maar dat is niet te vergelijken met de andere dingen die we samen doen. Dit is een vriendenclub met wie we dit elk jaar doen. Het zijn wel collega's. Maar ja, het is een bijzonder moment om dit samen te doen. Absoluut, ja, dat klopt. De kameraadschap viert bij ons hoog tijd natuurlijk. Ja. Mooi hoor. Nou, het straalt ook af naar anderen, dat merk ik. Ja, ja, ja. Dat is absoluut inspirerend om hierbij te zijn. Dus nog niet inspirerend genoeg, want ik heb nog te veel collega's die niet meedoen. Maar wie weet komt het nog een keer goed. Wie weet komt dat goed. Ja, ik wil u bedanken voor dit moment. Nou, graag gedaan. Veel plezier nog. Ja, ik heb twee mannen hier naast me staan. En die hebben niet alleen puntmutsen, die hebben ook iets anders aan hun heup hangen. Wat is dat eigenlijk? Dat weet ik niet. Dit werd ons geadviseerd. Beste wandelkledij, zei ze. Maar het loopt niet echt heel erg makkelijk. Ja, je kan wel van alles meenemen onder dat rokje van je. Ja, we hebben van alles mee, ja. Zeg, ik zei net, je ziet er een beetje vermoeid uit. Hoe komt dat zo? Ja, we zijn een beetje vermoeid. We zijn een klein beetje in de stad geweest vannacht. En, ja, het begint nou wel een beetje door te werken, zeg maar. Nou hebben jullie elke dag iets anders aan, hè? En jij loopt dan voor de 11e keer mee. Elke dag iets anders, 11 jaar lang. Ja. Waar haal je de inspiratie vandaan? Die haal ik bij hem vandaan. Oh, wacht even. Hij loopt thuis ook altijd zo. Zeg het nog eens. Hij loopt thuis ook altijd zo. Nee, maar goed. Maar het is dus wel leuk, hè? Want je trekt wel aandacht hiermee. Nee, absoluut. We elk jaar verzinnen we wat anders en... Elk jaar kopen we nieuwe kostuums en vinden we leuk. En, grapje toch? Een soort carnaval. Dus leuk. Superleuk. En zo te zien, je bent brak, maar je gaat gewoon halen. Geen gelul, 3 bier. Ja, sowieso. Het zal niet zo moeilijk meer worden. Nou, kijk, zo kan het dus ook. Even wat omkleden, een beetje puntmutsje op. En dan gaan ze weer, deze mannen. Ja. Hey, jongens, succes. Hoi, ik sta midden op de pontonbrug en deze 3 dames die brengen alle zon binnen hier in Kuik. Geweldig dit, geweldig. Echt, dit is zo gaaf dit hier, echt waar. Ja. Ik bedoel, ik hoef niet te vragen of jullie dat gaan redden. Het is meer de vraag hoeveel gelach en gedans gaat er bij passen. Heel veel, het is zo gaaf om dit mee te maken, echt waar, geweldig, echt top. Geen blaren, hè? Nergens last van. Echt geweldig, echt. Het is gewoon een genot om hier te lopen. Echt serieus. Het is echt super vet. Volgend jaar ben ik er weer. Ja, zeker weten. Ja, echt waar. Volgend jaar zijn we er weer. Nou, weet je, ik weet wat jullie tegemoet gaan zometeen. Dat is nog beter. Ik zou zeggen, neem iedere seconde. Ja, we genieten ervan. Echt, van de laatste seconde. Ja, echt serieus. Al die mensen, jongen, het is echt niet normaal. Echt niet normaal. Echt super vet. Nou goed, ik word er ook heel erg blij van. Dus wij gaan stuiterend door vanuit Kuik naar Nijmegen. Ja, nou, het is hier in Kuik 1 groot feest. Dat kunnen jullie wel zien, denk ik, hier achter mij. We hebben vanochtend een Kuikse ochtend beleefd als geen ander dat kan doen. Het is echt prachtig. Mensen zijn erg enthousiast. Sommigen zijn een beetje moe. Maar niemand haalt het in zijn hoofd om nu nog op te geven.
Mensen zijn laaiend enthousiast. Ik heb net gehoord mensen stuiterend doorgaan naar Nijmegen. Niet stuiterend van de pijn, maar stuiterend van de vreugde. Het was weer een plezier om in Kuik te zijn dit jaar. Tot volgend jaar.